Yo, daar zijn we weer. We gaan een nieuw spel spelen van No Limit. Apocalypse. Ik ga je wel vertellen wat het beste gaaf spel is. We beginnen meteen met de bonus. Die had ik al klaarstaan. En dan ga ik daarna de uitleg erbij geven. Het is eigenlijk de bedoeling in de standaard bonus. Je krijgt dadelijk eerst 3 spins. Elke keer met een soort veld à la money train. Elke keer als je een muntje bij krijgt, worden de spins weer gereset naar 3, net zolang dat je op 0 komt. Daarna krijg je nog 5 extra spins, waarbij je boven en onder het speelveld kan je plaatjes krijgen eigenlijk. En die werken dan een beetje hetzelfde als de plaatjes bij Money Train. Dus je hebt multipliers, collectors, etc. Het doel is eigenlijk, en dat is wel heel interessant bij deze game, is dat je in het eerste spel, dus met die nu gaat starten, je wil zo weinig mogelijk muntjes hebben. Want in het vervolgspel gaan ze dus multiplyen. Dus eigenlijk wil ik gewoon 0 muntjes erbij hebben. Dus het is een heel raar principe. Maar daardoor ook wel weer heel interessant. Want als je een plaatje krijgt, geeft hij 1 of 2 plaatjes een upgrade. Dus eigenlijk moet hij nou stoppen. Dat is goed. 4 muntjes maar. Moet je wel een plaatje krijgen, boven of onder. Kom op. Ja, 1 plaatje. Je moet eigenlijk die paars hebben. Die ja. En dan die X5. Oké, maal 10. Ja, je doet er dan 2 vakjes, maal 20. Nog 1 keer een paars zou leuk zijn. Ja. Doe op die 20, ja. Maal 40. Nog een keer. Oh, dat vierde. Oh ja. Hop, maal 80. Deed hij nou zelf 3 keer. Kijk, dan wordt het leuk. Dus zo min mogelijk. Het gaat super snel. Maar zo min mogelijk vakjes krijgen. En dan zoveel mogelijk plaatjes. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat was meteen best een lekkere. Dat dikke designs ook weer voor No Limit. Dat doen ze echt wel goed. 96. Ik had liever 69 gehad. Nee, dat 96 gewoon netjes. Nou, je ziet dan het sketsensymbool. Dan moet je er 3 van hebben. Om de bonus te pakken. Je kan hier de X-bed aanvinken. Dan betaal je 50% extra. Maar heb je wel veel meer kans op de bonus. Ja, 3 van die gasmaskertjes voor de bonus. Of 3 of 4 moet ik eigenlijk zeggen. En volgens mij is 5 de superbonus. Maar ik ga zo de prijzen erbij pakken. Daarnaast kan hij in het baasspel ook nog wel dik geven. Je hebt X-Nudge. Die moeten dus bovenin vallen. Zoals die nu valt. Dan valt hij naar beneden. En dan kan hij maximaal een 4x geven. Als hij op de onderste lijn valt, krijg je dus een 1x. Et cetera. Dus zoveel mogelijk bovenin. Het bekende principe van No Limit. Dan heb je nog een extra. Oeh. Ja, dat is meteen. Het had er zin in. Het had er zin in. 50 euro's. Hoppa. Snel verdiend. Kijk, als er nog 1 X-nusje bij was, dan was hij helemaal ziek geweest. Dus je ziet dat bijvoorbeeld die tweede, die valt op de 1 na hoogste rol. Daardoor is het een 3x. Als hij helemaal bovenin valt, is het een 4x. En een 2x of een 1x. Dus zoals gezegd, bovenin is het beste. En het liefst 3 naast elkaar. Maar zo'n 2 is al vrij uniek. Dan heb je nog een soort connectie-nudge. En die valt heel weinig. Maar als die valt, is het leuk. Hier zie je hem. Dit is het rechterstuk. Als je hebt ook nog een linkerstuk. Als die 2 connecten, zeg maar deze. Als hier links het andere stuk was en hij connect, dan wordt het 1 groot blok met welds. En als je die dan in combinatie met zo'n X-nudge hebt, dan wordt het zelfs in het basisspel geweldig. Ja, No Limit. Ik zeg al, qua design hoe is het weer fantastisch. Apocalypse. Beetje het einde van de wereld idee. Nou ja, daar had het hele thema dus op gebaseerd. Dus, oeh, kom op. Ziggiep. Oh, dan lukt jij meteen weer een bonus. Hé, ik kan weer een X-nudge. 25 euro's, maar kijk. Kan echt wel leuk zijn deze, hoor. Ik kan de inzet iets omhoog doen. En dan geeft hij natuurlijk niks meer. Maak er 2 euro van. Dus een 3 euro bet. Even tot de 6,50. Hoop op 1 bonusje. Ja, theoretisch kan je dus op rol 2, 3, 4 en 5 zo'n X-nutje krijgen. Als je ze alle 5 hebt, dan wordt het wel echt heel ziek. Ik zeg al, doe even een shotje tot aan de 6,50. Die moet je hebben! Oh, nee, connect niet, maar dat is wel een. Dan is het wel een weld. 46 euro. Kijk.
die SXN, als die tegen elkaar was geweest, dan was het een blokweld geworden. Dan was het heel dicht geweest. Het is jammer dat dat mannetje linksboven niet rechts viel. Dan was het sowieso een dikke geweest. Maar als ze dus niet connecten, dan wordt het wel, blijft het wel gewoon een weld. Dat spreekt tot de €700 op deze bed. Dan pak ik even de prijzen erbij. Hij laat veel van die X-nuts zien. Doet hij normaal eigenlijk nooit. Ja, die symbolen zijn wel vet, toch? Allerlei plaatjes met kastmaskers en... ja, tegen radioactiviteit en dergelijke van die pakken. Ja, dat hebben ze weer qua design weer heel mooi gedaan. Een beetje zo'n verlaten stad. Oh. Ja, hij kan ook snel je geld afpakken. Hij draait niet heel snel, dus als je zeg maar... ook als je de turbo doet. Kan even een paar keer doen. Ja, dit is het snelst mogelijke. Dus qua gameplay is die vrij langzaam voor No Limit begrippen. Zelfs met de turbo. Doe tot 86 en dan ga ik weer terug naar een normale bed. Oh, oh. En geen... Oh, als daar op die eerste eentje zat, een paarse. Dat was echt heel dik geweest. Maar ik vind het wel een interessant kastje hoor. Qua gameplay is hij eigenlijk net iets te traag. Maar hij is wel super interessant. En ik heb dus al 1 of 2 leuke line-hits gehad in het basisspel. Laat ze. Maak er 1,20 van. Ik zal even de prijzen erbij pakken. Ja, die gele vogel, die wil je eigenlijk hebben. Daarna die groene, rode, paarse en blauwe. En de rest is alleen interessant als je echt met X-nuts hebt en volle bak. Maar het scheelt wel veel tussen die blauwe en die groene. Dat scheelt bijna 3 keer zoveel. De Nudge Belt. Zoals je ziet, tot een, aan een 4X. Die kunnen wel op rollen 2 en 5 belanden, zoals ik al zei. Dus als je er 4 naast elkaar hebt, dan is jackpot. De Super X-Nudge Belt. Ja, dat zijn die dingen, die twee welds die kunnen connecten. Die moet je dus ook... Oh, ik zie hier. Deze telt ook. Je moet hem eigenlijk bovenin hebben. Want elke plek dat hij naar beneden valt, komt er nog een multiplier op ook als hij connect. Dus dan wordt het echt heel leuk. 3 of 4 scatters is de Doomsday... even kijken. The Carnage of Doomspace Spins. Dat is eigenlijk de bonus die ik dus in het begin had. Nou, het begint dus met 3 spins. Symboolwaarde tot aan 40x. En die tweede ronde krijg je dus 5 spins. Die krijg je sowieso standaard. Een creator. Die creëert een nieuw symbool van waarde op een lege plek. Dus die creëert een nieuw muntje. Triplet. Upgrade. Willekeurig 3 symboolwaarden naar het volgende level. En kan op dezelfde plek of op een andere plek gebeuren. Dat is die paarse volgens mij. De cutter die vermedigt 1 symbool van willekeurige waarde met de factor 2. Even kijken. De likker telt de hoogste waarde op bij de totaalteller. En de krauwer verzamelt alle symbolen en telt ze op bij de totaal. Oh, dat is een krauwer, is een soort collector. Als er 5 scatters zijn, heb je de superbonus. Cataclysm spins krijg je dan. Naast de spelfunctie voor de Doomsday spins kunnen tijdens de feasting spelfunctie alleen... Oké, dan die plaatjes blijven dan staan tijdens de tweede ronde. Dat zou wel heel dik zijn. Dan wordt het echt heel dik. Als ze vallen. De X-bed is 1,5 keer de inzet. Dit spel heeft een max-win van 20.000 keer de inzet. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Ik zeg al, ik vind... Meteen, doe het! Nee, oh. Maakt het wel spannend vandaag. Spelen tot de 600. Tot de 650 normale bed. En dan gaan we iets omhoog bij de 650. Kijken of we dan nog een shotje kunnen pakken voor free spins. Doe het! Ja, ik zeg wel doe het, maar... Op de eerste en tweede rol was geen goede connectie. Dus dat was sowieso geen leuke win geworden. Eigenlijk heb ik, denk ik dat ik normaal gesproken zou ik stoppen. Maar ja, ik wil de review altijd wel een minuutje of 15 maken minimaal. Want ik denk die prijzen die ik heb gehad. Dat die nou een beetje gaat afpakken, zeg maar.
Doe het. Ziggy! Oh. Kom op. Oké. Okay. Net bij de 650 wil ik omhoog gaan in bed. Dan geeft hij net wat prijsjes, zoals altijd. Ja, dat is dus het enige nadeel. Dus bij deze is de gameplay is niet super snel. Dus voor de ongeduldige spelers. Die zullen zich daar misschien aan ergeren. Het grid systeem vind ik wel leuk. Zeg maar 4 rijen. Met elke 6 rollen. En er valt zoveel te zien. Oh. Oh, en ik kwam bij de 650 verhogen, dat geloof je niet. Maar ik ben toch blij dat ik hem krijg. Kunnen we nog een keer kijken? 5 heb ik nog nooit gehad trouwens, 4 eigenlijk ook niet eens. Maar 4 is hetzelfde als 3. Kijk, dit zijn eigenlijk al te veel muntjes. Ze tellen dan wel op bij een multiplier, maar je kan tot 40x krijgen. Ja, als je wel 1 40x muntje, dan zou wel ziek zijn. Allemaal 1x'je. Het heeft verder geen zin. Ik zat te kijken net als daar rechts. Als je een volle rij hebt. Ik weet niet precies wat het inhoudt. Volgens mij is het niks speciaals. 10x, oké. Okay. Die 10x moet hij daar ook dubbelen. Maar er zijn veel te veel muntjes. Ik heb 1 40x'je. Ja, dat is dus lastig met zoveel muntjes. Als je daar een plaatje krijgt, pakt hij waarschijnlijk allemaal die 1x. Dus vandaar dat je zo min mogelijk muntjes wil hebben eigenlijk in deze ronde. Dus dit is eigenlijk slecht. Het enige wat wel is dat je nu al een 25x hebt. Maar dan gaat het waarschijnlijk niet veel meer worden als een 50x. Kan ook zijn dat er eigenlijk helemaal geen plaatjes bij komen. Daar ben ik een beetje bang voor. Oké. Kom op, 1 keer plaatjes. Nee. Nee. Zo! 4 plaatjes! Een collector. Oh, dat is maar 1 collector. Op die 10. Nee, precies de verkeerde. Ah. Nog 1 keer een plaatje, kom op. Nee. Daar was ik dus al bang voor. Maar toch 62 euro. Oké. Wel een leuk bonusje op zich hoor. Hij gaat alleen net te snel. Nou, we spelen tot de 650, dan heeft het niet zoveel gekost. Daar heb ik de inzet nog heel eventjes verhogen. Ik vind het wel een gaaf spel hoor. Interessant spel vooral. Echt een mega klapper heb ik dus nog niet mee gehad. Maar wel een paar leuke line-hits. In de bonus volgens mij was net eigenlijk de hoogste, denk ik. Kijk toch naar 2 euro. Tot de 6,50. Kijken of we 1 gelukje hebben met een bonus. Oké, tientje. Maak het 1 keer spannend, kom op. Of 1 keer die connectie wel. Dat zou ook gaaf zijn. Maar pas op, want als je die X-bed gebruikt en op deze bed gaat het redelijk snel. Kom op. Maak het 1 keer spannend. En Jacques heeft dan 2 keer die free spins achter elkaar. Of 2 keer die scatters. En nou laat ze ik bijna niet meer zien. Ik zou bijna zeggen dat het een voorteken is als je die 2 scatters hebt. En als je ze niet laat zien, dan moet je even de bed naar beneden doen. Ziggy, doe het! Oh! Kom op, maak het ook 1 keer spannend boven de 650, alsjeblieft. Ik ga er zelfs nog eentje omhoog. Kom op, doe het, 1 keer. 6 pins of zo, denk ik. Oh. Laatste paar draaien. Laatste. Nee. We kijken snel die 15's weer weggaan. Maar het heeft in ieder geval niet zoveel gekost. Apocalypse van No Limit City. Ik vind het wel een gaaf spel. Het is niet het beste spel van No Limit. Maar zeker interessant. En de manier waarop die bonus is. Ja, super bonus is bijna onmogelijk te krijgen, denk ik. Maar als je die hebt, dan wordt het wel fantastisch. Want dan blijven die plaatjes er staan. Maar kan leuke bezits geven
in het basisspel. Bonus is grappig. Design is fantastisch. Ik denk niet dat ik hem zoals Road Rage of Mental zo vaak ga spelen. Maar zeker leuk voor tussendoor. Een beetje money train-achtig eigenlijk. Dus als je daarvan houdt, is het echt wel een leuk spel. Ja, en met net iets mindere potentie als money train voor mijn gevoel. Maar toch, ja, ik weet niet. Aardig gedaan, aardig verzonnen. Ik geef er een 3,5 ster voor. Dus Apocalypse van No Limit, 3,5 ster. Yo. Het was te laat, maar inzet verhoogd. Ik had die collector belt. Kan ik hem toch even laten zien, €150 volgens mij. Al meer zelfs. Hoppa. Dat was een lekkere timing. €250 hier, kijk naar dat blok maal 6. Jammer dat er geen plaatjes, als er plaatjes waren geweest en niet tot het einde, als hij tot het einde was. Of met een nutje bij, of met plaatjes. Dan was hij ziek geweest. Maar dan zie je dat je in de base game ook hele dikke kan pakken met deze.